Welkom allemaal bij deze Engelenboodschap voor vandaag, maandag 20 juni 2022. Dit is een algemene reading, dus het kan en zal niet bij iedereen resoneren. We gaan gewoon kijken welke boodschappen er voor vandaag uit mogen komen. En ik ga beginnen met het Elfenorakeldek. Sorry, ik blijf het elke keer fout zeggen. Elfenorakel. Welke boodschap, universum, spirit mogen wij ontvangen voor vandaag, maandag 20 juni 2022? Maandag 20 juni 2022. En we hebben de kaart bescherming. De beschermelfen beschermen je met een magische elfenkring vol liefde en licht. Voordat je spiritueel werk gaat doen, is het belangrijk om je geestelijk te beschermen. Dus inderdaad, sommigen van jullie zullen inderdaad spiritueel werk doen. Zorg inderdaad dat je jezelf afschermt voor eventueel negatieve energieën van buiten. Weet ook, als je vandaag in een situatie komt waarbij je het gevoel hebt, ja, de weg een beetje kwijt te zijn, of inderdaad iemand benadert je op een negatieve manier of wat dan ook, je wordt beschermd met deze beschermengelen. Een hele mooie boodschap. Ik ga voor jullie een engelenantwoordenkaart trekken voor vandaag, maandag 20 juni. Dus je kunt een vraag in gedachten nemen voor jezelf. En dan gaan we kijken welk antwoord er voor jullie uit mag komen voor vandaag. Maandag 20 juni 2022, Universum, Spirit. Engelen, welk antwoord op de vraag mag er naar voren komen? Wat is het antwoord op de vraag? De vraag die men zich stelt. Wat is het antwoord op de vraag voor vandaag, maandag 20 juni 2022? We hebben twee kaarten. We hebben binnen een paar maanden, en deze lag bovenop. Dus de vraag zal voor iedereen anders zijn. Binnen een paar maanden komt er een vreedzame oplossing. Dus wellicht dat je in een bepaalde situatie binnen een paar maanden een compromis zal sluiten met iemand. Of tot overeenstemming komt. In ieder geval een oplossing die voor beide partijen of voor de partijen die ja, met deze situatie te maken hebben, bevredigend zal zijn. Als laatste orakelkaart wil ik nog een kaart van de Spirit of the Animals. Voor vandaag maandag 20 juni 2022. Welke boodschap mag er uitkomen voor vandaag 20 juni 2022? Universum, welke kaart van de Spirit of the Animals mogen we ontvangen voor vandaag 20 juni 2022? 22. Wat is de boodschap voor vandaag? Wat is belangrijk om mee te nemen vandaag? Voor deze dag, 20 juni, maandag. Ik pak de kaart die bovenop ligt en dat is een raccoon. Inventor, een uitvinder. Decide on what you really want. Dus maak een beslissing over wat je echt wil. You have the ingenuity to claim it. Avoid being the trickster and practice integrity. Dus zorg ook dat je integriteit, dat je integer bent in een bepaalde situatie. En probeer niet mensen te misleiden of wat dan ook. Maar handel inderdaad vanuit integriteit. You have many roles and can juggle them well. Je hebt verschillende rollen. En je kunt daar heel goed mee omgaan. Je kunt je wellicht ook heel goed aanpassen aan bepaalde situaties of bepaalde personen. En je kunt inderdaad beslissen op wat je wil. En je hebt ook de kracht, als het ware, om datgene te bereiken. Met de raccoon. Dus dat is een hele mooie boodschap. We gaan kijken wat het tarot voor vandaag heeft, voor maandag 20 juni 2022, welke boodschap mogen wij voor vandaag doorkrijgen?
Universum, Spirit, graag een heldere, duidelijke boodschap voor vandaag. En zoals ik zei, het kan en zal niet voor iedereen resoneren. Dus neem gewoon mee wat je herkent. Wat past bij je situatie. We hebben de Pentakels 6. Wat mogen wij doorkrijgen van vandaag, maandag 20 juni? Kelken 3. Het kan zijn dat er goed nieuws komt of dat er iets te vieren valt. Het kan zijn dat je iets krijgt. Het kan met financiën te maken hebben. Het kan een geschenk zijn wat je krijgt. Wat mogen wij nog doorkrijgen van vandaag, maandag 20 juni? Wauw. Koning van Kelten. Aas van Pentakels. Het kan zijn dat je zelfs een aanbod krijgt in de liefde. Of dat er iemand om je heen is die heel veel liefde voor je voelt. Of andersom. Jij voelt heel veel liefde voor een bepaalde persoon of een situatie. En de Aas van Pentakels is een nieuw begin. Iets wat stabiliteit brengt. Iets wat zekerheid brengt. Iets wat betrouwbaar is. Wat mogen we nog meer doorkrijgen? Ja. De doodkaart. Een einde en een nieuw begin hebben we hier op de tafel liggen. Een transformatie van een bepaalde situatie. En de pentakels 3. Dus dat kan te maken hebben met een samenwerking. We hebben twee drieën. De twee positieve drieën eigenlijk. De kelken 3 en de pentakels 3. Samen vieren, een gezamenlijk doel wat wellicht bereikt wordt. Een einde van een situatie. Of een transformatie. En dit kan te maken hebben met financiën, zoals ik zei. En onder op het dek hebben wij hier de koningin van Kelken. Als het een liefdessituatie is, kan het dat je te maken hebt inderdaad met een soulmate. We hebben de koning en de koningin. En ik heb het gevoel dat ja, de liefde, of in ieder geval de affectie die je voelt voor iemand of voor een bepaalde situatie. En ook het vertrouwen op je intuïtie. Een grote rol speelt vandaag. Maar we hebben een hele vrolijke, vreugdevolle energie. Waarom ligt hier de koningin van Pentakels? Waar heeft dit mee te maken? De koningin van Pentakels. De koningin van Kelken, sorry. Hoe kom ik bij de koningin van Pentakels? We hebben de staven 9. Iets. Ja, en de hoge priesteres. Iets waarbij je inderdaad vertrouwt op je intuïtie. De hoge priesteres is iemand, zij weet. Ze vertrouwt op haar gevoel, ze vertrouwt op haar intuïtie. Staat neutraal in de situatie. En de koningin van Kelken is ook iemand die heel empathisch is. Behulpzaam, begripvol, liefdevol, zorgzame koningin. En dit is ook inderdaad iemand die vertrouwt op haar intuïtie. En ik heb het gevoel dat je te maken hebt gehad met een bepaalde situatie. Waar al ja, de nodige obstakels in zijn voorgekomen met de staven 9. Dit is blijven volhouden. Op een bepaalde situatie niet willen opgeven. En ik heb het gevoel dat je intuïtie je dit vertelt. Blijf volhouden. Want uiteindelijk inderdaad zul je datgene bereiken wat je wil bereiken. En we hebben hier ook decide on what you really want. En je kunt dit claimen. Handel vanuit integriteit. Met de hoge priesteres die we hier hebben liggen. Zorg inderdaad ook dat je open kaart speelt. De hoge priesteres is ook iemand die geheimen heel goed kan bewaren. Maar zorg gewoon dat je open kaart speelt in de situatie. Waarom ligt hier de 6 van pentakels? Wauw. De magier. Dus je bent iets aan het manifesteren. En we hebben hier inderdaad binnen een paar maanden kom je tot een succesvolle uitkomst. Een vreedzame oplossing. Je bent dus aan het manifesteren inderdaad. Dat je inderdaad iets ziet van hetgeen wat je ergens ingestoken hebt. De 6 van pentakels is inderdaad terugkrijgen wat je geeft in een connectie of in een bepaalde situatie. En dit kan te maken hebben met
Ja, geldzaken. En zeker met die aas van pentakels die we hier hebben liggen. Nieuw begin, financieel stabiel begin. Dus het kan zijn dat je heel hard gewerkt hebt hieraan. De magier manifesteert inderdaad, gaat actie ondernemen op een situatie. Gooit al zijn talenten in de strijd. En beide kaarten, de magier en de zes van pentakels, zijn ook hele spirituele kaarten. En dan met de koningin van Kelken en de hoge priesteres heb ik het gevoel dat je inderdaad ook heel spiritueel kan zijn. Helder voelend, helder ziend wellicht. De koningin van Kelken kan iemand zijn die helder voelend, helder ziend is. Spirituele gaves heeft. De magier verenigt het hemelse met het aardse. Waarom ligt hier die Kelken 3? De Kelken 3 is vieren, samenkomen met vrienden. Er is iets te vieren, vreugde, harmonie. Plezier maken. Kelken 3. Kelken 3. Dus ik heb het gevoel dat vandaag eindelijk zichtbaar wordt tot iets beloond wordt. Iets loont. Alle energie die je ergens ingestopt hebt, ja, daar zie je vandaag, kun je daar de vruchten van plukken, als het ware. En de Kelken 3 wordt verklaard door de zegenwagen. De zegenwagen is inderdaad balans vinden in een situatie en dan op je doel afgaan. En het kan zijn dat er een bericht binnenkomt of een aanbod binnenkomt, iets wat, ja, waar je op hebt gewacht, iets wat je heel blij maakt. En waardoor je inderdaad op je doel af kunt gaan. Waardoor je je zelfvertrouwen krijgt. Want dit is iemand die heel veel zelfvertrouwen heeft. Heel daadkrachtig is, zoals ik zei. Waarom ligt hier de koning van Kelken? En dit kan een persoon zijn. Het kan zijn dat je vandaag samen gaat komen met vrienden, met familie. De koning van Kelken wordt verklaard door de staven 3. Dus je kunt te maken hebben met iemand die zich op afstand van je bevindt. Dit is iemand die lange termijn plannen maakt en wacht tot zijn of haar schepen binnenkomen. En ik heb het gevoel dat dit een persoon is in je omgeving, iemand met wie je te maken hebt. Iemand ziet een toekomst. Wauw. Iemand ziet groei met jou. En wil duidelijkheid geven in de situatie met de zon. De zon schijnt een licht. Dus ik heb het gevoel, het kan zijn inderdaad dat je te maken hebt met een waterteken, schorpioen, kreeft, vissen. Iemand die wellicht nog teruggetrokken is met de gehangenen. De situatie bekijkt vanuit elke ooghoek, maar tot een ingeving komt. Inderdaad dat jij de zon bent. En deze persoon ziet een toekomst voor zich. En de zon is, ja, succes, overvloed, positiviteit, liefde. Dit kan staan voor het huwelijk, het kan staan voor kinderen. Het kan zijn dat deze persoon kinderen heeft en jij hebt wellicht kinderen en het wordt een samengesteld gezin. Maar ik heb echt het gevoel dat er vandaag, ja, goed nieuws binnen gaat komen over een nieuw begin. Ja, en terwijl ik dat zeg, komt de ridder van Kelken. Iemand voelt heel erg veel liefde, heeft sterke gevoelens voor je. Heeft het gevoel dat jullie een match zijn. Dat jullie bij elkaar horen. Met die koning en koningin van pentakels. Waarom ligt hier de aas van pentakels? Zwaarden 3. En de schildknaap van pentakels. Waarom ligt die zwaarde 3 hier? Een kaart van pijn, verdriet, een gebroken hart. Koningin van pentakels. Zwaarden 3. Zwaarden 2. Zwaarden 3. Nog één kaart voor de zwaarden 3. Zwaarden 5. Ja, dit kan te maken hebben met een conflict.
Dus dit kan de persoon zijn die we hier hebben liggen. Het kan een soulmate energie zijn. Het kan zijn dat deze persoon nog zit met verdriet. En zijn situatie bekijkt tot in die time met die schildknaap van pentakels. En nu klaar is voor een nieuwe start. Het kan zijn dat je persoon uit een huwelijk komt met de koningin van pentakels. En met die zwaarde 5, dit is een kaart van het opgeven. Het bijna opgeven, het niet weten welke keuze te maken. Met de zwaarde 2, een situatie niet willen zien voor wat het is. En ik heb het gevoel dat je persoon nu inderdaad beseft dat er in de connectie met deze koningin van pentakels te veel conflict is. Dat deze koningin inderdaad wellicht meer gefocust is op andere dingen, op materialisme bijvoorbeeld. Inderdaad niet met de juiste motieven in een connectie zat. Dit kan ook het gevoel zijn wat jouw persoon heeft, het gevoel bij jou. Misschien heeft je persoon het gevoel, je komt heel mysterieus over met die hoge priesteres. En je persoon wil zeker weten inderdaad of jij iemand bent die inderdaad vanuit de juiste intenties handelt. En dan hebben we die koningin van pentakels. Financiële stabiliteit. Dus ik heb het gevoel dat het iets met financiën te maken kan hebben. Maar je persoon die had de gehangene, heeft de situatie bekeken vanuit elke ooghoek. En beseft zich inderdaad dat jij degene bent met wie hij of zij een toekomst ziet. En gaat jou die aas van pentakels aanbieden. Maar heeft eerst die situatie nog eens heel goed bekeken. Want wil niet teleurgesteld worden. Wil niet geen verdriet ervaren met die zwaarden 3 wat we hier hebben liggen. Waarom ligt hier de doodkaart? De doodkaart. Het kan ook zijn dat jullie inderdaad dit nieuwe begin aangeboden krijgen. Een bericht van die koning van kelken. Maar door inderdaad verdriet uit het verleden, teleurstelling uit het verleden, conflicten met iemand. Iemand had niet de juiste intenties in een vorige relatie wellicht. Ja, is het voor jou belangrijk om het heel langzaam aan te doen. Stapje voor stapje. Je gaat niet in iets springen zonder erbij na te denken. Je bekijkt alles tot in detail met die schildknaap van pentakels. Dus kijk hoe het resoneert. Jij bent nu zelf meer gefocust op je eigen stabiliteit en op je gezin, op je familie. Waarom ligt hier de doodkaart? Maar er is zeker iemand in je omgeving die voelt dat jij de perfecte match bent. En ja, heel veel liefde, heel behulpzaam is, heel begripvol is. We hebben hier de dood, wordt verklaard door de staven 10. Ja, een einde. Een einde van een bepaalde lasten die je met je meedraagt. Je bent wellicht fysiek uitgeput door een bepaalde situatie. Het kan ook zijn dat je heel veel werk hebt gestopt in je carrière. En dit heeft je mentaal en fysiek wellicht inderdaad uitgeput. Dit ga je loslaten. Met de staven 10. Er komt inderdaad nu een opluchting. Met dit nieuwe aanbod wat je gedaan gaat worden, die aas van pentakels. En dat kan ook te maken hebben met een erfenis die er binnen gaat komen. Of in ieder geval geld van een investering die je ooit gedaan hebt. In ieder geval je harde werk gaat beloond worden. Dan komt hier de hoge priester tevoorschijn. Toewijding. Het huwelijk. Iemand wil zich toewijden aan jullie connectie. Pentakels 3. Iemand wil met jou samenwerken. Dus ik heb het gevoel, je kunt te maken hebben met een stier. Wauw. Dus we hebben nu 2 kaarten van het huwelijk naast elkaar. Dit is jullie connectie naar een volgend level tillen. Dit is van vriendschap naar een relatie. Relatie naar een verloving. Verloving naar een huwelijk. Dit is samen een stabiele basis opbouwen. Harmonie, vrede.
Ja, geluk. Dit is een kaart van geluk. Dit is een kaart van wensvervulling. Deze persoon ziet jou als een wensvervulling. Wil met jou een toekomst opbouwen. Wil met jou herinneringen maken. Wil met jou een gezin vormen. Samenwonen. En wellicht ziet jou als iemand om ja, mee in het huwelijksbootje te stappen. Deze persoon wil zich helemaal toewijden aan deze connectie tussen jullie beiden. We hebben hier de Hoge Priester. Het kan zijn dat je te maken hebt met iemand die hele sterke tradities heeft. En deze persoon wil het volgens het boekje doen, als het ware. Ja, ik heb echt het gevoel, deze persoon ziet jou als iemand om mee in het huwelijksbootje te stappen. Ziet jou iemand als een wensvervulling en wil met jou samenwerken hier naartoe. Naar die stabiliteit, naar die zekerheid met die aas van pentakels. Deze persoon ziet jou als iemand om de rest van zijn leven mee te blijven. En wil inderdaad samen daaraan werken met jou, met die drie van pentakels. En deze persoon ervaart op dit moment misschien nog wat onduidelijkheid in die situatie. Maar er gaan dus knopen doorgehakt worden. Er gaat actie ondernomen worden met de magier. En dit kan van jullie kant zijn. Je hebt wellicht deze liefde gemanifesteerd. En ik heb het gevoel met die zegenwagen, jullie gaan een zegen behalen. De zon ligt hier, de mooiste kaart uit het dek. Dus ja, dit is gewoon een hele positieve reading voor vandaag. Lasten die worden losgelaten, een last die van je schouders valt, een opluchting. Een soort van bevrijding voel ik voor deze reading. En ja, we hebben hier binnen een paar maanden, heb je misschien ten volste gemanifesteerd waar je inderdaad mee bezig bent, wat je aan het manifesteren bent. Dus het is een hele mooie boodschap. Ik hoop dat het resoneert. Dan geef me een like, abonneer je op mijn kanaal, druk op de bel, zodat jullie kunnen zien wanneer ik een volgende reading post. En ik wens jullie een hele mooie maandag 20 juni. Dag!